staat dat hij hem nu het vuur mag gooien. Zeldelixir impregneert. Synthetic und bla 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 bla. En ik zal even kijken. Belangrijk om altijd de veiligheidsvoorschriften te lezen, want ja, je wilt dan toch veilig dingen laten exploderen, hè? Ja. Wat moet je doen als je in het vuur valt? Staat dat ook op? Ja, ik ben even... Stel, je bent op de camping, je bent aan het kamperen, je bent rustig je reservewiel van je caravan aan het opstoken, met een prap wasjes erop. Ja, ik weet niet, dus een spuitbus is niet zo cool, want er staat... De bus staat onder druk, niet boven de 50 graden verwarming. Ja, deze bus stond ook onder druk. Kijk eens wat ermee gebeurd is. Bla 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 bla. De SNN-nevel is niet brandbaar. SNN. Crap. Ja, wat moeten we hier nu toch mee doen? Ja, niet brandbaar, maar dat maakt niet uit. Ik ontplof toch wel. Ik vind dat we dat moeten proberen. Ja. Klapt goed. Leg hem maar in het huisje. dat is een mooi huisje, een spuitbussenhuisje. Hoe noem je een kring van paddenstoelen? Een smurvendorp? Zo, spuitbus, ik heb een mooi toetje. Huisje voor je gemaakt. Oh ja, huisje. En een bed. Een bedje van Tempex. Ik denk dat we wel even ergens anders moeten. Dat ga ik ook doen. Ik denk dat het huis kapot gaat, Rick. En dat zou goed zomaar kunnen. Wel lang. Oeh. Was hem dat? Dat was alleen maar klonk druk maken. Druk maken. Ik dacht dat die fucking vloeistof niet brandbaar was. Ik vind het toch best brandbaar, zeg maar. Ik dacht het doen. Volgens mij had ik ook een scherm vol vuur ineens. Mooi, hè? Ja, die is wel... Die is snel leeg. Spuitbussen vertegenwoordig is ook niks meer waard. Ga je een sigarenkoker voor heel groot sigaren? Nou, nee, dank je. Ik wou zeggen, als je sigaar sneller in doet, wordt hij misschien nu wat gekookt. Dan is hij wel een beetje warm. Hé, het huis is kapot. Oei. Kut. Nou. Zo, dat was weer leuk.